Nijmegen wil leegstaande panden in de binnenstad gebruiken als daklozenopvang. Maar niet iedereen is daar even blij mee. Gemeente Nijmegen gaat onderzoek doen naar de leegstand in de binnenstad en de mogelijke invulling van deze panden. In de binnenstad staan veel panden al een langere tijd leeg. En daarom wil GroenLinks Nijmegen graag dat er in deze panden dak- en thuislozen worden opgevangen. Dit plan heeft in een raadsvergadering een meerderheid gehaald, maar niet voor iedereen is dit de oplossing. Nou, qua winkelpanden gaat het om 25 langdurig leegstaande panden. En dat wisselt natuurlijk een beetje hoe de economie gaat. En wat we eigenlijk vragen aan het college is om samen met de eigenaren van die panden te kijken of zij die panden die lang leegstaan kunnen gebruiken. Misschien tijdelijk voor de huisvesting van bijvoorbeeld dak- en thuisloze mensen. Maar ook voor ateliers en andere functies die de bruisende binnenstad of de bruisende stad maken. Het lijkt ons geen verstandig idee. Dit is een winkelgebied. Dat moet een prettig verblijfsgebied zijn. Dat moet kunnen bruisen. Op het moment dat mensen die extra zorg nodig hebben in dit soort winkelpanden worden geplaatst, gaat dat geen gunstige uitstraling hebben op de binnenstad. In een gekraakt pand aan de Burgstraat heeft krakersgroep Jantien samen met straatmensen een inloop voor dak- en thuislozen georganiseerd, genaamd De Steeg. De krakersgroep en daarmee ook de inloop hebben het pand recent verlaten. Maar maandenlang was dit een plek waar dak- en thuislozen terecht konden. VVD Nijmegen heeft vernomen dat meerdere ondernemers in de binnenstad overlast ervaren van dak- en thuislozen. Mensen hebben aangegeven dat er veel last was van drugsgebruik. Dat er veel gebloot werd voor het pand en in het pand. En dat er veel gedronken werd. Voorbeelden daarvan zie je bijvoorbeeld ook in de Van Welderenstraat, waar ondernemers echt behoorlijk klagen over de overlast van dak- en thuislozen. Ik heb er zelf geen klachten over gehoord. Het enige wat ik heb gehoord is van dak- en thuisloze mensen zelf die zeggen dat ze het heel fijn vonden om eindelijk een warme plek te hebben. Waar ze gewoon heen konden, waar ze konden uitrusten, waar ze veilig waren met name. Want de veiligheid van ook die mensen is een geding. Maar we moeten echt oppassen dat we gaan zeggen dat dak- en thuisloze mensen altijd leiden tot overlast, want dat is gewoon niet de realiteit. Over het plan van GroenLinks zegt Jantien het volgende. Jantien is voorzichtig positief dat er stappen worden gezet door de gemeente om leegstand tegen te gaan. Onze instelling is wel eerst zien, dan geloven. Wij zullen met een diversiteit van acties druk blijven uitoefenen op grooteigenaren en de gemeente om leegstand verder aan te pakken. De VVD wil liever dat er eerst onderzoek gedaan wordt naar de oorzaak van de leegstand. Wordt Nijmegen minder aantrekkelijk om te vestigen? Verlengen ondernemers hun huur niet meer? En hoe komt dat dan? Komt dat bijvoorbeeld omdat hier te weinig parkeerplaatsen zijn? Omdat de bereikbaarheid steeds slechter wordt? Nou, voor ons is het belangrijk om dat eerst goed in beeld te hebben en dan te kijken wat je eraan kan doen. Nou, ik kan natuurlijk een onderzoek schrijven van tientallen pagina's papier met wat de problemen zijn. In principe, de problemen zijn onderzocht. De Locatus die heeft leegstandsonderzoek gedaan en daar blijken allemaal economische redenen uit. En wat wij zeggen, je kan net zo goed gelijk met de eigenaar praten van goh, wat is het probleem, wat kunnen we nu doen en om het gelijk op te lossen, dan dat je eerst een onderzoek gaat doen en dat gaat presenteren aan de raad en daarna terugkomt. Tussen Nijmegen-Noord en Slijk-Ewijk is sinds deze week de dijk afgesloten voor de komende 2 maanden. Er vindt voor de 3e keer in korte tijd een dijkverzwaring plaats. Onder andere een restaurant in Oosterhout ervaart hier hinder van. Deze laatste keer, het heeft natuurlijk al 2 keer dichtgezeten. En deze laatste keer is wel heel lastig. Omdat net iedereen weer dacht, oh de dijk is mooi open en nu is die weer dicht. Dus, en het zijn net de maanden dat het weer mooi weer is. Dus dat we heel veel mensen weer op de dijk als passanten hebben. En die missen we nu. Dit kunnen ze niet doen zonder dat wij er hinder van hebben. Ze kunnen niet even snel een weg er langs opmaken, dat gaat niet. Dus ja, helaas, we zullen nog heel even moeten zitten. Maar daarna hebben we natuurlijk wel een hele mooie dijk. Eigenlijk hadden we dat al verwacht. Gewoon een groot deel van de mensen die wij normaal gesproken verwachten, die kunnen deze kant niet opkomen. En wij hebben natuurlijk ook wel een beetje nodig van dagjesmensen. Mensen die op de fiets komen, mensen die langskomen fietsen bij mooi weer. Ja, dan kun je verwachten dat het hier natuurlijk druk is. Maar ja, nu is het natuurlijk een grote afsluiting, waardoor mensen helemaal om moeten fietsen, lopen met de auto. Niet heel veel mensen hebben daar trek in als het wat minder weer is. Ik woon zelf hier in Nijmegen-Noord. En normaal gesproken is dit voor mij om naar werk te komen is ongeveer 10 minuutjes fietsen. Dan kan ik namelijk direct de dijk op. Dan is het een kilometer of 1,5, 2 over de dijk en dan ben ik er. Alleen nu door de dijkverzwaring moet ik helemaal omfietsen. Waardoor ik nu ongeveer 3 kwartier bezig ben met mijn fietsen. Ja, en dat is voor mij niet te doen. Ik kan niet eventjes snel naar werk komen als ze me nodig hebben. Ik zit momenteel op stage. Ik ben dan tot 5 uur bezig. ik zo eventueel om 6 uur moet beginnen, dat red ik niet meer. Dus het levert mij heel veel hinder op met gemak om voor mij te kunnen werken. Evelien Scholten zegt al eerdere dijkafsluitingen gehad te hebben aan beide kanten van de dijk. Eerst was de dijk afgesloten van Nijmegen tot Oosterhout en daarna van Oosterhout tot Wolveren. Het verzwaren van de dijk was hard nodig, maar zoals Waterschap Rivierenland ook toegeeft, was de weginrichting nog niet duidelijk. Daardoor moet de dijk nu wederom tijdelijk afgesloten worden. We hebben toentertijd een tijdelijke asfaltbaan aangelegd, zodat wel de weg weer opengesteld kon worden, zodat mensen er wel weer gebruik van konden maken. En nu maken we eigenlijk de hele dijk helemaal af. Ja, nou, de wegafsluiting met omleidingsroutes zijn inderdaad voor 2 maanden gecommuniceerd. Maar we hopen eigenlijk dat deze werkzaamheden eerder worden afgerond. Voor deze afsluiting is een omleidingsroute ingesteld. Zoals ook bij eerdere afsluitingen. Het doorgaand verkeer is op dit dijkgedeelte ook niet mogelijk. Kijk, de afsluiting is niet alleen omdat wij daar het werk moeten uitvoeren, maar ook natuurlijk om de veiligheid te borgen. Het is gewoon onveilig om de dijkweg als bewoner te zijn, terwijl er ook gewoon met grote machines wordt gewerkt. En we hebben natuurlijk wel ook vroeg de afsluiting gecommuniceerd, onder andere door aankondigingen. En we hebben natuurlijk ook gewoon direct contact gehad met aanwonenden, ondernemers, ook met hulpdiensten. En ook zoiets als bijvoorbeeld afvalinzamelingsdiensten. Zodat zij goed op de hoogte zijn van deze afsluiting. De Raad van State heeft vandaag weer geen definitief besluit genomen over het doortrekken van de A15 tussen Bemmel en Zevenaar. Den Haag krijgt een half jaar extra de tijd om plannen voor het compenseren van de stikstofuitstoot verder te onderbouwen. Het hoogste rechtsorgaan van Nederland staat in grote lijn positief tegenover de plannen. Maar er moet specifiek voor het extern salderen, oftewel plannen om stikstofuitstoot te compenseren, meer duidelijkheid worden verschaft door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Om het project te realiseren is een bedrag van 1,2 miljard euro nodig. Een aanzienlijk deel daarvan is nog niet beschikbaar en moet via het heffen van tol worden terugverdiend. NEC krijgt mogelijk minder kaarten toegewezen voor de bekerfinale tegen Feyenoord in de Kuip. De KNVB overweegt om de vakken op de begane grond van het stadion leeg te laten. Waarschijnlijk omdat de netten weg moeten die het zicht voor de televisiekijker belemmeren. Als de KNVB besluit de vakken Z en W tijdens de bekerfinale leeg te laten, kunnen veel minder NEC-supporters de wedstrijd bijwonen. De regel is dat beide finalisten recht hebben op 37,5% van de beschikbare kaarten. Op 18 maart komt NEC met meer informatie over de kaartverkoop voor de finale. Die start op 22 maart. De voorzieningenrechter fluit de gemeente Nijmegen terug om de avondafsluiting bij de Ringstraat in het centrum. Enkele ondernemers uit de binnenstad stapten naar de rechter omdat zij het niet eens zijn met de maatregel die Nijmegen nam. De afsluiting voor auto's voor enkele straten gold sinds half februari op iedere avond na 6 uur om overlast van hardrijdend verkeer tegen te gaan. Volgens de ondernemers is het voldoende als de gemeente de straten pas na 9 uur afsluit voor auto's. De rechter is het eens met hun bezwaren en draait de afsluiting om 6 uur terug naar 9 uur. De rechter stelt ondernemers in het gelijk, omdat het verkeersbesluit naar zijn oordeel onzorgvuldig tot stand zijn gekomen. Wethouder Cilia Damen gaat de uitspraak bestuderen en zo spoedig mogelijk bepalen hoe de gemeente verder wil gaan met de afsluiting. Deze week is het de week van de helden in het afval en groen. Men kent DAR vooral als afvalinzamelaar, maar er is nog veel meer wat DAR doet. Deze week worden deze groene helden in het zonnetje gezet. Erwin Goossens nam ons mee langs verschillende groene helden binnen de DAR. Ja, we hebben hier eigenlijk 3 verschillende afdelingen. We hebben de IBOR, we hebben de inzameling en de Milieustraat. Ik werk op het klantencontactcentrum bij DAR. Nou, wij krijgen dus alle telefoontjes van bewoners. Die komen bij ons binnen op het klantencontactcentrum. Daarnaast hebben wij ook de receptie die wij bemannen. En pasbeheer zit bij ons, objectbeheer en containers. Mijn functie bij de DAR, dat is, ik ben chef afstraat, terrein gebouwbeheer. Ik hou het hele terrein bij, van voor naar achter. Ik zorg ervoor dat mensen weer toegankelijk zijn. De personeel, alles. Ik hou alles netjes fris. Ik zit bij de IBOR en dat is eigenlijk de onkruidbeheersing met zowel de veegwagen, borstelwagen, groenploeg. Eigenlijk alles wat het onkruid weghaalt. Wij vroegen de helden in het groen hoe lang zij al bij de DAR werken en hoe zij hun werk ervaren. Omdat ik het werk leuk vind. Ik woon zelf ook in Nijmegen. En, het is gewoon leuk om de stad schoon te houden. Nou, ik werk hier nu 6 jaar en in eerste instantie toen ik hier bij DAR kwam, dacht ik van, nou, ik kende natuurlijk de groene vrachtwagens en ik wist, nou, DAR haalt vuil op. En toen ik hier terecht kwam, toen bleek dat het veel uitgebreider was als dat ik in gedachten had. Geen één dag is hetzelfde. Van wij werken met, de ene moment is het heel druk en de andere moment wat rustiger. Had ik een beetje last van mijn rug en toen zei de dokter van je moet naar buiten. Je moet wat meer in de frisse lucht dan. Ik zat in een callcenter. Sinds dat ik dat doe gaat het een stuk beter en vandaar eigenlijk. Dit wordt mijn 6e jaar. Ik doe het met liefde en plezier om hier te werken. Dus iedere dag verschillend. Je komt verschillende dingen tegen. En dat maakt het juist zo mooi. Je kunt de mensen helpen. En ja, het is voor elkaar met elkaar bij de DAR. De lente lijkt voorzichtig aan te beginnen, hoewel de temperaturen momenteel nog iets achterblijven. Na weer een zonnige dag zal ook de vrijdag volop zonnig verlopen. Het wordt daarbij maximaal 11 graden. In het weekend gaat het kwik wat verder omhoog en wordt het 14 à 15 graden. Later in het weekend krijgen we met wat meer bewolking te maken. Tot zover het RN7 regio nieuws van donderdag 7 maart. Kijk voor het laatste nieuws op onze website rn7.nl. Nu op RN7 zie je weer een nieuwe aflevering van Nu in de Bios. Met onder meer de nieuwe films Buenas Chicas en Wicked Little Letters. We zijn morgen weer terug, dus graag tot dan.